Oké, meneer, u heeft afval en u loopt langs een prullenbak. En dat heeft u waarschijnlijk al 10 keer gedaan. Hartstikke fijne bezoekers, ontevreden, chagrijnig, kotsend, zeikend, schijtend en schreeuwend. Dit is Tim Parkworld. Tot na het intro. Okay, people, let's go to work. Serieus, voor het eerst in het park regent het. Dit is echt een moment dat je denkt van wauw, kan dit ook nog regenen in een pretpark? Weet je wel, is dit 15 jaar geleden, toen dit spel werd gemaakt, prachtig. Dat kon. En iemand heeft hier gekotst natuurlijk, dus dat ruimen we gelijk weer op. En het park is ook weer kapot. Dat ding moet geüpgrade worden. Hebben we nou geen upgrade? Yes, we hebben een upgrade. Gelijk uitvoeren die zooi. Huppakee, mechanic is on his way. Nou, die gaat even repareren, die man. Kijk, die gaat even sleutelen. Want bij elke ingang zit de reparatie bij het begin waar je binnenkomt. Nooit in de attractie. Zit ook iemand vast. Moet je kijken, die kop hier. Geniaal. Oké, gaan we repareren. En is die geüpgrade? Broken down. Nee, je moet hem nog fixen. Kom op, terug. Terug, kom op. En deze heeft ook een upgrade. Nee, die heeft geen upgrade. Maar die is geüpgrade. En dat is dat cijfertje hiervoor. Dat betekent dat de attractie geüpgrade is. Dat wist ik niet eens dat het zo ging. Nou, daar hebben we geen upgrades voor. Ik ga sowieso kijken wat we nog kunnen upgraden. Want op een gegeven moment houdt het ook op. All items have been researched. Oké, dan gaan we toch gelijk dat doen. We kunnen geen winkels meer ontwerpen. Dat was alle winkels in het jungle thema. Wat kunnen we nog doen bij dit? Small Rock. Ook gewoon geen wc's. Het is ongelooflijk. Echt te bizar. Giant Puzzle is de enige nog die we kunnen ontwerpen. Temple of Doom, Mambo, Rocky Races. En wat hebben we aan de attracties nog? De Maya Spinner en de Chaz Attack. Nou, de Chaz Attack is een $10.000 attractie. Dat is echt duur. En de Maya Spinner is maar 7,50. Dus ik denk dat die van 7,50 best wel een leuk iets gaat worden. En we hebben nog één puzzeltje, de Giant Puzzle. Ik ben benieuwd. De rest kunnen we ook niks meer researchen. Kijk, kunnen we dit wat upgraden? Ook niet. Closed. Waarom closed? Oh ja, hij was stuk. Oké. Okay. Ik klik erop en hij gaat stuk. Fijn dit. Nou, sowieso heb ik dan bijna dit level al volledig uitgespeeld. Ik weet niet of we nog tickets kunnen scoren. Ook dat staat nergens vermeld. Alleen weet ik wel dat we echt bijna alles hebben gebouwd nu. Ik bedoel, de bananenbar. De Flintstones. Nou, echt sad het hoor. Twee van die wc'tjes hier nog heel triest. Die gaan we even verplaatsen naar hier. Want hier komt toch niemand. Zo. En dan verplaats ik die naar hier zo. Zo. En wat we dan hiermee doen, is dat we dit even weghalen. Zo. Zo, hoppakee. Tof. Die verplaatsen we ook weg, zo. Die verplaatsen we daar naartoe. En dan doe ik delete. Zo. Oh. En deze wc gaat ook lekker naar een andere kant. Die gaat daar lekker naartoe. En dan gaat dit weg. En die security cam, die wil ik ook ergens anders neer gaan zetten hoor. Ik denk dat die namelijk... Ja, ik denk dat die wel goed staat daar. Hier zo. Hij is iets veranderd. Of niet? Stond hij daar ook eerst? Ik weet het niet meer. Nou, hier wordt ook goed bezocht. Dit wordt goed bezocht. Kijk, en die man is goed bezig. Hij zeikt om troep. Oké, dan zeik je om troep. Wat we dan gaan doen is... Ik haal deze gewoon weg. En ik verander hem in een trash bin. In een litter bin eigenlijk, hè. En ik zie dat we weer een prijs hebben. Je maakt €3000 winst. If you show shows, make a total profit of 500 next. Ik doe het gewoon. Ik weet niet wat ik precies moet doen. Maar ik ga het gewoon doen. En deze is kapot, denk ik. We gaan kijken, wat hebben we nodig? Profit needed 500. We hebben nu 70 voor sideshows. Wat zijn sideshows? Is dat dit? Ik weet wel. 166. Oké, we gaan lekker. Ik weet wel dat er iets nieuws is. De Wild Beast Speaker. Echt van die onnodige dingen worden geresearched. Dat betaal ik ze niet voor. Oh, is deze attractie kapot?
Oh dear, oké, ik ga als de video weer dit fixen, want dit is echt een van onze favoriete attracties. Zowel van mij als voor jullie, of van het publiek. Oké, die plaats ik hier mooi met die speakertjes. Zo, wordt dit ook niet meer bezocht? En vindt ze het weer geïnvesteerd? Wordt het weer niet gewaardeerd? Leuk. Oké, we krijgen weer wat zooi. En hoe ver zijn we met 20C? Oh jongens, kom op. Dat gaat wel goed komen, denk ik. De Giant Puzzle. Wat is de Giant Puzzle? Kunnen we plaatsen? Ik denk niet dat het te veel wordt bezocht. Alhoewel, hier staan wel wat te draaien voor deze attracties. Ik zeg doen. Zullen we het gaan doen? Ja, ik zeg van wel. Wat hebben we nog meer? Jurassic Tours Upgrade. Jurassic Tour Upgrades. Is dat hier? Nee, Jurassic Tours, jongens. Waar zal dat de upgrade voor zijn? Dan gaan we gewoon even de attracties langs. Die ook niet. Is het niet even niks met de dino's te maken? Nee, ook niet. Jurassic Tours. Deze natuurlijk. Nee, ook niet. Hè? Aap is ook geupgrade. Deze natuurlijk. Een nieuwe... Nee, hè? Een nieuwe show, dacht ik. Jurassic Tours. We hebben toch alle attracties gehad? Deze? Nee. Ik zou het even niet weten, jongens. Misschien is de attractie die we nog niet hebben geplaatst. Oh, ik sluit hem. Die. Juist. Oké. Okay. Deze mag geüpgraded worden naar level 3 alweer. En er komt een monteur. En ik hoop dat deze monteur zegt van... Nou, we gaan eens even lekker deze attractie fixen. Ja. Upgrade. Oké, hij wordt nu geüpgraded. Ik hoop dat deze een dikke meneer... Dat hij dat snel gaat fixen. Dat hoop ik in ieder geval wel. En dan wordt de bananenbar wordt dan eindelijk geüpgraded naar een volgend systeem level ding. En ik ga eens kijken... Hoe ver zitten wij met de challenge? Profit needed. Grand profit for sideshows. 1000. We hebben het dubbele, toch? Nou, is toch goed? Dan heb ik hem nog gehaald nu al. Ik weet niet precies hoe het zit, maar... Oké, deze gaat kapot. Zo. En deze wordt geüpgraded door die bewaking. Of hoe heet die man? Die engineer, noem je dat? Een engineer. Kijk, die apenpootjes ook. Cute. Een nieuwe ride has been upgraded. Aztec. Aztec nog wat. Die hoor je waarschijnlijk bij deze. Nee, ook niet. Jongens, dit is echt vervelend. Dat ik bij elke attractie moet ik gaan kijken waar die bij hoort. Deze. Oké, die wordt ook geupgraded naar een volgend level. En ik ben benieuwd wat er dan wordt geupgraded, weet je. Oké, wat heeft hij nieuw? Nobody knows. Maar ik weet wel dat die bijna 1000 dagen bestaat. En dan wil ik niet weten hoe lang die buik bestaat hier. 1119 dagen of 1119 dagen, jongens. Wauw. Dat is echt lang, hoor. Kijk, en deze krijgt ook een update. Misschien krijgt hij een nieuwe show. Misschien gaan de mensen dit keer niet over de trappetjes heen lopen. Ben benieuwd. Kijk hem repareren. Hij doet helemaal niks. Hij staat te sleutelen aan zijn eigen buik. Zie je dat? Oké. Okay. Hij is wel voor bezig, jongens. Duurt wel eventjes, joh. In progress. En een rode pijl. Hou ik van, jongens. Heerlijk. Dat je zo je best doet en het wordt niet gewaardeerd door de park. Oké, wat kunnen we upgraden? Ik weet niet, maar hij is wel geupgraded. Nou, dat is alleen maar goed. Hier, deze attractie. Ik weet zeker dat hier ook wat mee was. Was het nog een upgrade? Even kijken of die erbij staat. De Dino Car Jump. Ja, die wordt bijna geresearched. Die is bijna klaar. En de tunnel, die duurt ook keilang. Kijk hoor. We hebben alleen de Mayan Spinner. En de andere, daar wachten we nog even op, jongens. Daar moeten we op wachten, nog de attractie. Dan kunnen we naar het volgende level. Dan kunnen we wel helemaal uitspelen namelijk. Hier komen ook geen moer aan mensen hier. En waarom staat deze meneer niet lekker te wachten of te helpen in deze pad? En dat hem even een vast route geven hier. Een vaste route en al die wc's weer in gebruik. En kijk hoe druk die coaster. Ongelooflijk. Die coaster is echt ontzettend gaaf. Daar gaat hier. Ah, we komen er wel. We komen de wiel. We kunnen hem nog hoger laten gaan. Hè? Dan wordt die enger. Zo. Ik heb mijn baan een beetje aangepast. Verlies ik wel al die mensen. Maar dat maakt helemaal niks uit. Want ik kom er toch wel weer terug. Het is wel één drukke boel hier. En ik maak weer een beetje winst, want ik ga weer richting de 20.000, zie ik.
Dat is alleen maar goed. Even kijken, wat kunnen we hier? Kunnen we de speed nog een beetje upgraden? Ja, ik wil het een beetje 50-50 houden, die twee balkjes. En wat hebben we gedaan? Challenge failed. The sideshow made a total profit of 2057. You need to make 500. Als ik het goed heb, is 2057 meer dan 500. Maar waarschijnlijk moest ik eronder zitten. Nou ja, maakt het uit. We missen het geld. Maar we hebben wel weer genoeg geld erbij. Want we gaan echt richting de 20.000 nu. Heerlijk. En we hoeven geen lening af te sluiten. Alhoewel, dat kan wel hoor. Ik zal eens even kijken bij die leningen. Want we moeten nog één terugbetalen. Oh, kijk hier. Staff training budgets. Oké, ik geef hem wat. Ik geef die clown wat. Nou, die professors geef ik ook nog wel wat. En die bewaking is nog niet echt nodig. Dus ik kijk nog even bij de leningen. Hier zijn nog wat leningen. Maar ik moet er ook wat terugbetalen nog. Oké, het zal wel goed zijn. In ieder geval, ik sta in het rood. Nou ja, de pijl staat in het rood. Er komt weer een hele hoop mensen aan. Jeetje! Nou, zoals je weet is natuurlijk Bullfrog is de maker van de game. Dat zie je in de dingen wapperen. En vliegtuig, sorry. Zelfs een vliegtuig. En hij is groen weer, jongens. Nou, dat is alleen maar goed. De mensen stormen in het park binnen. Hartstikke gaaf. Het is ook raar om het zo een keer te zien in het park, hè? Ik weet het. En die moeten gelijk naar de wc. Die komen binnen en die moeten gelijk naar de play. Ontzettend raar, hoor. Kijk, die moet ook pissen. Nou, die gaat gelijk naar de wc. Die junglezeikers zijn dit. Echte junglezeikers. Mensen, ik ga de video afsluiten. En tot de volgende keer in een nieuwe aflevering van Sim Theme Park World op de computer. 1999 kwam het spel uit. Leuke info om te weten toch? Dat ik al 15 jaar... Dat het spel gewoon 15 jaar oud is gewoon. Nou ja, goed. Doei doei!